We zijn in het Willem-Alexander Sportcentrum, onderdeel van de Zernike Campus. Wij hebben de hele week hier een tijdelijke vaccinatielocatie. We staan natuurlijk op een locatie waar veel studenten en veel medewerkers zijn van het Zernike Complex. Maar iedereen die hier in de buurt is of misschien hier ook werkt en denkt, oh, ik moet ook nog een prik halen, kom gerust langs. Alleen de booster prikken we hier niet. Nou, we zien toch dat als we op plekken dichter bij de dagelijkse activiteiten van mensen aanwezig zijn, dat er nog steeds mensen zijn die komen voor een vaccinatie. I wanted to get vaccinated and I live very close by, so it was very useful for me and practical. I'm gonna go back to my home country Cyprus and in order not to quarantine once I go there, I need to get vaccinated. Nou, ze kunnen langskomen zonder afspraak, kunnen ze hier binnenlopen. En dan kunnen ze hier een vaccinatie halen. Is ook een wachtruimte, zoals ook op de andere locaties. En mensen kunnen ook, als ze zeggen van ik wil meer informatie hebben, dan kunnen ze ook langskomen. Onze ervaring is dus al dat als we dichterbij zijn, hè, dus niet alleen maar op de vaste locaties, maar we zitten bijvoorbeeld nu ook op tijdelijke locaties in de provincie, in een buurthuis, in een sporthal, dat er nog steeds mensen komen voor hun eerste vaccinatie. Vaak omdat ze er nog niet aan toe zijn gekomen of misschien dat ze het lastig vonden met een DigiD of met de computer. Dus we kijken daarna wat we daar nog allemaal kunnen doen op dat gebied. Als je hier een eerste prik haalt, dan krijg je de afspraak mee voor de tweede. Dus ja, dat geldt natuurlijk voor iedereen. Als je je eerste prik hebt gehad, dan heb je meteen de afspraak voor de tweede. Ik zou zo zeggen, heb je vragen over vaccineren? Kom gerust langs, want die kunnen we vrijblijvend beantwoorden. En wil je de vaccinatie hebben, maak gebruik van deze gelegenheid. We zijn hier de hele week, dus van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 4:30.